Goed, de hele week hebben de jongens vlijmscherp getraind. Ik denk dat jullie al klaar waren voor de derby. En het lijkt erop dat jullie vandaag op scherpte zijn afgetroefd. Wat vind jij daarvan? Ja, dat concludeer je goed. Want we zijn ook echt letterlijk en figuurlijk op scherpte af. We waren net iets feller, net iets scherper. Net iets een stapje eerder bij de bal. Dus we hebben vandaag gewoon verdiend verloren. Hoe pijnlijk het ook is. Maar vandaag hadden we niks te vertellen op het veld. Nee, hoe kwam dat? Waren zij gewoon feller of had het ook met voetballend vermogen te maken? Nou, het is makkelijk te zeggen, hoe kan dat? We moeten daar morgen over praten en conclusies gaan zoeken hoe het beter had gekund en hoe het beter moet. Want dit is wel een mokerslag die je op je hoofd krijgt. Ja, zo begin je 2012 natuurlijk vreselijk, want de Heerenveen die pakt wel de punten. Ja, maar ja, kijk, natuurlijk is het belangrijk om eventjes te kijken naar je concurrent. Maar als we gewoon naar onszelf kijken, dan zijn onze concurrenten niet belangrijk. We hebben vandaag gewoon niet gebracht wat we horen te brengen. En we hebben ook verdiend deze wedstrijd verloren. Hoe pijnlijk het ook is, hoe moeilijk het ook is uit mijn mond te zeggen dat we hem verdiend verloren hebben. Maar iedereen kan concluderen dat het gewoon zo waar is. Dat het waarheid is. Dat we gewoon de wedstrijd verloren hebben op scherpte, op alles wat bij een voetbalwedstrijd hoort. En jammer genoeg is dat. We hebben hartstikke veel arbeid proberen te leveren. We hebben voor elkaar durven proberen te werken, maar we hebben gewoon niet gebracht wat we. Ja, we waren vandaag niet in de vorm om de wedstrijd te winnen. En dat is heel spijtig en jammer voor de supporters. Ja, je zult het waarschijnlijk misschien zelf bijzaak vinden, maar je hebt een rode band om je arm. Is dat bijzonder? Nou, kijk, het is een band die het is een status die je krijgt omdat je je bent 25 jaar. Ik heb al speel aardig wat jaartjes in de Eredivisie. Ik heb aardig wat wedstrijden voor Vitesse en de trainer vindt me een belangrijke schakel. Dus daar ben ik hem dankbaar voor, maar het geeft me geen extra druk of wat dan ook. In de vierde minuut was er een massale steunbetuiging aan jullie oude trainer Theo. Heb je daar nog iets van meegekregen of was je gefocust op de wedstrijd? Natuurlijk ben je gefocust. Je hoort de mensen wel schreeuwen in één klap. Maar ja, mensen. Dat is een heel mooi gebaar voor hem natuurlijk. Als je ziet wat die man meemaakt nu, dat gaat hij echt door benen en merg. En dan is het toch mooi als mensen, als Vitesse supporters en als wij, toch achter de trainer, oud-trainer kunnen staan. En hij weet wel dat we hem een hart en nieren steunen.